Welkom bij een nieuwe aflevering van Wondere Wereld. Mijn naam is Giet Titelaar en ik neem u mee in de wereld van de uitvindingen. We hebben overigens nog geen contact met de Voyager 2 die op dit moment op Saturnus zal moeten landen. We houden gedurende de uitzendingen een lijntje met deze planeet. Dankjewel Griet voor deze mooie inleiding. We zijn erg benieuwd naar jouw uitvindingen van deze week. We zijn één en al oor, kom er maar in. Ik heb een horloge ontworpen waarmee je meer kan dan alleen maar klok kijken. Je kunt er zelfs mee e-mail en berichtjes versturen en de toekomst zal uitwijzen wat het is. Nou Griet, dat klinkt hartstikke goed. Ik heb er ook één, want ik heb hem van de week even geprobeerd en ik moet zeggen, hij is me echt meegevallen. Er is natuurlijk veel meer dan alleen maar de iWatch tegenwoordig. Ik ben nu bezig met de iPad. De iPad is een scherm die je kunt bedienen door je vingers erop te tikken. Ik heb gisteren even gespart met Steve Jobs van Apple om te overleggen wat hij ervan zal vinden. Steve gaf aan dat hij het eigenlijk helemaal geen goed idee vond, dus ik denk dat ik er gewoon maar vanaf zie. Maar ik ga het toch nog even proberen. Nou Griet, ik hoop dat het gesprek met Steve jou niet van gedachten heeft veranderd, want ik vind het mooi. Tot volgende week bij een nieuwe Wondere Wereld.